Aan de Torbeckelaan in Sliedrecht bevindt zich de Vos Lezen en Wonen. Een boekhandel die het net even anders doet. De huiselijkheid proberen wij uit te stralen. Wij zijn hier zelf natuurlijk ook heel de week aan het werk, dus het is ook fijn om in een prettige sfeer te werken. Maar verder willen we ook mensen die huiselijkheid meegeven, dat ze hier gewoon binnenkomen lopen en snuffelen van oh heerlijk, het is hier lekker om rond te lopen en ze blijven op die manier ook langer hangen. Nou, wat het erg leuk doet, is het prentenboek De Kleine Walvis. Ik zal hem er even bij pakken. Hij ziet er gewoon al erg grappig uit. Het is een prentenboek van het jaar 2017 trouwens. Het verhaal kruipt helemaal in het jongetje eigenlijk. Hij is vader, samen met zijn vader en 6 katten. Ja, je denkt van wat moet er uitkomen, maar het wordt echt een heel leuk verhaal. Wat een andere genre is, dat is eigenlijk de haakboeken bij ons. Je hebt hele creatieve mensen hier in Sliedrecht. Verder doen eigenlijk de romans bij ons het heel erg goed. Van Katie Kulke. Dat is echt een heel gelijkmatig verhaal. Wel met een hele mooie boodschap erin. Ze houdt het spannend van begin tot het einde. Leuk is dat, ja. Heb je daar veel opgaves voor? Ik heb wel wat aanmeldingen. Wat op het moment ook echt een trend is, dat zijn de handletteringboeken. Nou, vaak ziet een boek er al zo uit. Het is fantastisch om dat zo te zien. Zwart-wit. Wat is het? Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Je bent eigenlijk gewoon lekker weer ouderwets aan het schrijven. Aan het tekenen. En dan allemaal met je eigen fantasie. Lodi van der Kamp. Dat heeft overeenkomst. Dat gaat ook over Wij kwamen naar dit pand toe en gingen natuurlijk gezellig maken met lantaarns en nog wat andere dingetjes. Toen kwamen mensen naar ons toe en zeiden van, is die lantaarn te koop? Ja, nee, eigenlijk niet. Het is decoratie. Maar goed, toen gingen wij er verder over nadenken. En wij houden natuurlijk altijd wel van gezelligheid, huiselijkheid, thuis ook. Dus toen gingen we verder denken en dachten van laten we eens gek doen en laten we daarmee starten. Gewoon met woonaccessoires, dingen die wij mooi vinden. Maar wel met een goed verhaal. En wat erg leuk loopt is de zeep. Het is gewoon een heel mooi product. Het zijn allemaal pure materialen, dus dat wil je aan je huid hebben. Ja, mooie hamamdoeken. Dat is ook natuurlijk een heel erg mooi product. Wat in de handdoekjes. Het zijn allemaal kleine producten die je dus ook makkelijk wel bij een boek kan doen. Je kan er ook een mooi pakketje van maken en op die manier weggeven. Eigenlijk is het heel eenvoudig wat wij doen. We scheuren gewoon lekker. Dus wij knippen niet, wij scheuren. Een ander papiertje bijna, je ziet dat je op deze manier je verdieping krijgt. 34, 94 alsjeblieft. Ik zou zeggen heel veel succes. Dank u wel. En tot ziens.